kopen vaak dingen die we niet per se direct begrijpen. Als het schuurt en je weet niet precies wat het is of waar het vandaan komt, dan blijft dat constant interesseren. Toen we elkaar leerden kennen, toen bleek al snel dat we beide interesse hadden in kunst. En dat we beide ook al dingen hadden gekocht. En dat heeft elkaar eigenlijk alleen maar beïnvloed en versterkt. Maar we hebben niet een bepaalde verzamelstrategie. Het gaat eigenlijk allemaal heel erg intuïtief. We proberen onszelf zo min mogelijk limieten op te werpen. Ik denk dat een koper kunst koopt en hem daar al een bepaalde invulling voor heeft. En dat wij meer kunst kopen omdat we het kunstwerk willen hebben en daarna de invulling eraan geven. Ik kijk wel heel erg op tegen meneer Borgman en wat hij heeft verzameld. En met name de installatie en de werken van Cosima van Bonin die hij heeft verzameld vind ik fantastisch. Ik zou Borgman typeren als iemand die ook geen grenzen heeft gesteld in zijn verzamelen. Ik denk dat hij, ik weet niet hoe groot zijn huis was, maar dat hij een heel grote opslag heeft gehad. Als we iets zouden mogen kiezen uit de collectie van Borgman, dan zouden we deze nemen. Deze gekke soort puppy, hond, knuffel, alles tegelijk. Wat je er precies over zegt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dit juist veel losmaakt bij iedereen. Iedereen heeft wel een gevoel bij, het is herkenbaar. We maken graag plaats voor een werk als dit, ook als het niet past. Echt een fantastisch gek ding.